Chef van den Berg, 17 jaar. Ik woon en leef op Papendal, sportcentrum Papendal. Ik ben geboren in Heeswijk, in Brabant. En mijn sport is handboogschieten. Die sport beoefen je al sinds je zevende. Waarom handboogschieten? Mijn vader die is met een bedrijfsuitje ooit gaan handboogschieten. En die is dan blijven hangen. En toen ben ik op mijn vierde een keer meegegaan. En dat is altijd goed bevallen. En ik vind het nog steeds heel leuk. In het begin heb ik het gewoon gedaan voor de lol. En ja, op een gegeven moment dan kom je wel andere mensen tegen. En dan merk je dat je beter schiet dan zij. En ja, zo klim je hoger op. En kom je uiteindelijk op het Olympisch trainingscentrum terecht. Je zei al dat je leeft ook op Papendal in principe. Je traint hier heel veel. Kan je daar iets over vertellen? Ja, ik sta om 7 uur op. Of ja, iets voor 7. Dan ga ik om 8 uur trainen. En tussen de middag ga ik snel even naar school. En dan kom ik 's middags weer terug. Dan ga ik trainen. En dan eet ik meestal wat. Of dan heb ik krachttraining. En dan ga ik 's avonds nog wat hardlopen en slapen. En dan begint de dag weer opnieuw. In je leeftijdscategorie hoor je echt bij de betere dat je hele hoge scores schiet. Hoe moet ik dat voor me zien? Schiet je 10 en 9's of hoe is dat niveau? Ja, je hebt wedstrijden over 60 en 72 pijlen bijvoorbeeld. En je hebt indoor auto. En indoor is bijvoorbeeld mijn record is 590 punten van de 600 punten. En dat betekent dat ik op 60 pijlen 10 keer de 10 heb gemist. Dus ik heb 50 keer een 10 geschoten. En dat soort scores, dat zijn scores die in Nederland eigenlijk alleen maar voorkomen boven de 21 jaar. Kunnen we jou ook in Rio verwachten? Ik denk het wel, ja. Dat is zeker mijn doel. En dat is het ook bijna altijd geweest. En ik ben zeker van plan om daar aan de start te verschijnen.